Vandaag, ja, vandaag, 25 jaar geleden, kwam er een einde aan die twee nieuwe koeien. En er kwam ook toen gelijk een einde aan het duo. Ja, afgelopen en klaar. In de laatste uitzendingen toen van die koeien, toen was het zo dat het stadion De Meer, zeg maar het oude Ajax-stadion, dat werd toen afgebroken en er werd toen gebouwd aan de Amsterdam Arena, nu dan de Cruijff Arena. En wat wij toen deden, en ik toen deed, ik haalde de middenstip, die haalde ik uit De Meer en die nam ik mee naar de studio om hem dan uiteindelijk te plaatsen in de nieuwe arena. Want daar zou dan de middenstip van De Meer, die zou ik daar neerleggen. Kijk eventjes naar deze mooie beelden. Afspraak was dus. Hè? Ja, fijn. Dat het ieder vijf keer zouden doen elke Overdrijf dag. Het nou niet. Je geeft hem en te veel. En jij bent er nooit. Hallo. Dus ik kan altijd je geeft hem te veel. Die middenstip geef hier die van flesje. Ajax geef hem te veel. Je geeft hem te veel water, man. Moet je naar kijken. Ja, en die groeit allemaal als kool, man. Misschien ja, is zo lang daar was gras. Ik juist trots op. Ja, knippen. Het is lekker lang geworden. Nee, je moet het niet overdrijven. En weet je, en de vorst is helemaal uit de grond, fijn. Weet je dat? Je moet het niet overdrijven. De vorst is er helemaal uit. Knip, hier. Knip, moet ik nou weer gaan knippen? Hop, hop, hop. Ja. En heb je nog maar zo, want het hoeft niet elke dag. Weet je dat ik op een flat ben gaan wonen omdat ik zo'n hekel aan mijn tuin had? Ja, fijn. Het moet om de dag. Oh, om de dag? Ja. Knip, 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 hop, hop, hop. God! Hé, man. Wat is de functie hiervan? We zijn geen elektriciteitsbedrijf. Wat is dit? Ik ben bezig. Waarmee? Middenstip. Hé, god, Harry, ben je nou nog steeds met die middenstip in de weer? Ja. Breng dat ding eens terug naar die arena. Laat ze gaan zaaien daar. Laat ze eens wat gaan doen. Kijk, ik heb lichtmasjes laten maken. Lichtmasjes? Ja, want die middenstip heeft natuurlijk behoefte aan kunstlicht. Ik heb ook met Meccano gespeeld en toen was ik 8. Nee, jongen. Elke woensdagavond was hij gewend aan kunstlicht. Ja. Nou. Zielig, hè, voor die middenstip. Let op. Dan ga ik hem even aandoen. Okay. Ja. Zo. Kijk. Oh. Wacht even. Echte lampjes. Even uit. Voor de sfeer natuurlijk. Zo. Ja. Nou. Even kijken. Het is kerst. Het is kerst. En dit wou je mij even laten zien? Dit was het? Tussen 7 en 11. Wat? Tussen 7 en 11? Elke woensdagavond. Dan moet even het kunstlicht eventjes over de middenstip heen. Het is goed voor hem. Ja. Zorg jij ervoor? Oké. Oei, dat is lekker, hè? Het is volkomen belachelijk. Nou ja. Wees stinkt ook. Nee, jongen. Wees stinkt, het geeft geur af. Gaat zitten poepen op die middenstip. Ja. Wanneer gaat die middenstip eigenlijk naar de arena? Het duurt nog een paar weken. Het zal toch nu zo onderhand wel eens een keer wat aarde in die arena worden gestort? Lekker, hè, dat gras, hè? Jongen. Lekker, hè? Leuk, hè? Dieren in de studio. Dieren, dan denken we dat vertedert voor de mensen. Nee, dieren gaat het helemaal niet om, man. Hij moet gewoon die middenstip kort houden, dat is alles. Ja, een paar uurtjes per dag. Ik moet jou eens een beetje kort houden. En s'avonds gewoon nog even anderhalf uur, dan zet jij Louis even op de middenstip. Dat is alles. Stinkend konijn. En volgende week zit ik hier met een geit. Het was een grapje, hoor, de vorige week. Ik zei voor de grap, volgende week sta je hier met een geit om aan te geven dat jij Willem Duis niet bent. Ja. Ja. Nog dat dit de stupid animal trick show is van David Letterman. Luister, het konijn at geen gras. Het konijn at geen gras. Natuurlijk eet het konijn Louis geen gras. Louis at geen gras. Die had er geen trek in. Nee. Nee, en Edwin wel. Edwin houdt van gras. Dus we hebben hier nu vier weken lang een geit? Ja. Edwin die houdt de middenstip lekker kort. Hé? Ja. Edwin? En jij weer zo meteen naar Brian Roy en Dennis Bergkamp en Johnny van het Schip. Dat klopt. En, hier... en ik zit hier met Edwin. Fijn. En de volgende week hebben we zeker een koe. Het is wel een intens smerig gezicht dit, hè? Nee, kijk. Wat zei het? Dat hoort, hè, op een voetbalveld. Ga je vissen? Wurmen. Oh, wurmen. Ja, die zorgen een beetje voor de drainage dan, hè. Ik dacht dat je ging... Kijk, dus je maakt zo met je vinger, maak je eerst zo'n beetje zo'n gaatje. Vissen of zo. En dan pak je zo'n wurm, kijk, dan pak je even zo'n wurm. En dan duw je die, daar zo in het gaatje en duw je er een beetje achteraan. Jij hebt er wel veel voor over, hè, voor die middenstip. Ja, moet goed blijven, jongen. Kijk, dat werkt wel met die wurmen. Gadverdamme. Ah, doe je zo raar. Hier, pak... Ah! Nou, doe niet zo... Ga weg! Donder op! Nee, donder op! Help nou even mee! Helemaal geen trek in die wurmen. Ja. Zo, ik doe dit alleen maar. Ik zal verslaan. Omdat die er volgende week eindelijk is opgehoepeld, hè, die middenstip. Ja, had ik dat nou ook een beetje weg? Dit is goed. Goed dus, oké. Hier, hier. Hier kan je kalken. Ik ga hier beginnen zo. Dan knip ik verder met een rondje. Ja. Zo. Hoop nog niet zo te klagen, maar wat is er nou aan de hand? Hier, gaat hartstikke goed zo. Kan ik daar al schilderen? Ja, als je... Haal dat gras daar nou weg. Ja, hier nou even. Anders krijg ik dit niet voor elkaar. Kijk, hij moet er tiptop uitzien. Want hij gaat, volgende week gaat hij naar de arena. Voor die printer. Daar zit een printer. Ja, kijk uit.
Auw, kijk nou uit, man. Ja, luister, waarom moet ik helpen überhaupt? Ja, nou, het is jouw project. Breek die ding af, man. Hé, nog even over de meer. Ja, even over de meer. Over de meer. Wie was beter, Cruijff of Keizer? Ja, dat is Cruijff natuurlijk. Nou, misschien al... Fout. Wat voor de liefhebbers is daar was nou fout, Keizer man. Beter. Nou, is Keizer weer beter. Ja. Fijn. Kijk, doe nou één deur, doe niet zo raar. Vraagje. Ja. Over de meer. Ja. Wie was beter, Vaneburg of Rijkaard? Vaneburg natuurlijk. Waarom? Ja, meer techniek. Fout. Nee. Voor de fijnproever is Rijkaard natuurlijk oneindig veel beter. Ja, met zijn fout. Wie ja. was beter, Johnny Rep of Tjöla Lim? Rep. Fout, fout. Het was Dick Schoenhaker. Kijk uit, een trap. Ja, wie is beter, Kluivert of Van Basten? Kluivert natuurlijk. Ah, je schijt toch uit. Jij bent geen liefhebber. Ja. Jij bent echt geen liefhebber. Ja, ik ben geen liefhebber, nee. Ja. Wie is beter, Frank ja. de Boer of Ruud Krol? Ja, Ruud Krol. Mijn bek valt open. Dat is fout. Wat is er nou fout aan? Je krijgt er nog één. Frank de Boer is toch beter. Je krijgt er nog één. Ik ga naar daar één aan, man. Om alles goed te maken, Kiet of Dubbel, ja, wie is er beter, Ta Mata of Jesper Olsen? Ja. Nou, de groeten. Ta Mata. Weer fout. Je hebt er echt geen verstand van. Om de middenstip van de meer op de juiste plek in de arena neer te leggen, moet eerst zwaar worden gerekend.